Een zonnige dagochtend start vanuit het dorp Candian met uitzicht op een uitgestrekte vallei in het oostelijke deel van het Nakkelsgebergte. Sri Lanka bestaat grotendeels uit precambriumkorst, alleen de noordelijke en noordwestelijke kusten vertonen jongere Jura-quartz sedimentaire afzettingen. Sri Lanka is een land dat gezegend is met een scala aan onschatbare geschenken van de natuur, met een tropisch klimaat met zonlicht het hele jaar door, goede regenval, vruchtbare bodems, dieren in het wild, watervallen, hoge biodiversiteit, edelstenen, prachtige kuststrook, geweldige zeevruchten, een regenwoudbedekking en mineralen onder andere. Grafietwinning in Sri Lanka vindt plaats sinds de Nederlandse bezetting van het land. Het is het enige land ter wereld dat de zuiverste vorm van grafiet produceert, adergrafiet, ook wel klompgrafiet genoemd. Mica, een van een groep waterhoudende kalium- en aluminiumsilica-admineralen. Het is een soort phyllosilicaat dat een tweedimensionale plaat of laagstructuur vertoont. Tot de belangrijkste gesteentevormende mineralen behoren mica's overal in het Nakkelsgebergte. Nakkels Mountain Range heeft bossystemen als Lowland Dry Semi-Evergreen Forests, Mid-Elevational Dry Evergreen Forest, Mid-Elevational Wet Evergreen Forests of Pygmy Forests, Upper Montane Wet Evergreen Forests of Cloudforce. Het natuurlijke vegetatietype van Mid-Elevational Dry Evergreen Forest of Submontane Forest is een biologische overgangsgordel tussen de hooglanden en laaglanden van de Nakkels Mountain Range en beperkt tot middelhoge hoogte van 1000 tot 1500 meter in de natte zone. Sri Lanka, beroemd om zijn theeplantages, kokospalmen en kruidentuinen, beschikt ook over een uniek landbouwsysteem genaamd de Candian Home Garden, dat al eeuwenlang wordt beoefend door de inheemse Candian-gemeenschappen in de centrale hooglanden met eigen groente- en specerijenteelt. Nakkels Mountain Range is een prachtig berglandschap waar niemand in de buurt is, maar wel wordt aangevallen door bloedzuigers. Ze zijn actief op regenachtige dagen, meestal in de ochtend voordat de grond warm wordt. Ze zijn niet echt schadelijk, maar bloeden is niet fijn, dus het beste afweermiddel is Dettol, het antiseptische middel. Er zijn 9 toppen boven de 1200 meter in Nakkels Range. De hoogste top, Gombania, is 1906 meter. De hoogste van de 5 knokkelvormige pieken bevindt zich op 1864 meter, terwijl Nakkels Kirigalpotta 1647 meter hoog is, niet te verwarren met Horton Plains Kirigalpotta, de op een na hoogste top van Sri Lanka, Aliyavetuna Ela 1647 meter, Dumbanagala 1644 meter, Yakungagala 1586 meter, Dottalugala 1575 meter, Wamarapugala 1559 meter, Kobonelagala 1555 meter, Kalupahana 1628 meter, Rilagala 1605 meter, Telambugala 1331 meter, Nawanagala 1488 meter, Lekegala 1310 meter, Maratuegala 1190 meter, Balagiriya 1148 meter, Velangala 1180 meter, Lahumanagala 1114 meter, Kinihirigala 1068 meter en Lunum Adala 1060 meter zijn tussen de andere pieken. Het oude Sri Lanka was een zelfvoorzienende, bloeiende landbouweconomie. Het hoofdvoedsel, rijst, werd verbouwd in uitgestrekte rijstvelden, terwijl groenten, granen en granen werden verbouwd in door regen gevoede landen genaamd Gena's of bosbouw. De Gena-teelt was een traditionele praktijk en de oude Sri Lankanen zorgden ervoor dat het milieu ongedeerd bleef.
Langs de oevers van beken in de Knuckles Mountain Range zijn rivierbossen te zien. Het voordeel van deze bossen is dat ze fungeren als frontlinieverdediging tegen erosie van de oevers als gevolg van waterstroming en dat ze gemakkelijke rustplaatsen voor dieren bieden. Caryota urens of kittel is een soort bloeiende plant uit de palmfamilie, afkomstig uit Sri Lanka en elders in de Indo-Maleisische regio. De stam bevat een grote hoeveelheid zetmeel en uit de scheuten van de bloemen kan sap worden gehaald. Dit laatste kan worden gekookt tot een suikerachtige siroop, kithulstroop genaamd, een vloeibare jiggery. Toddy wordt gewonnen uit de bloeiwijze en wordt als enigszins krachtig beschouwd in vergelijking met toddy die uit andere palmbomen wordt gewonnen. Met een adembenemende schilderachtige achtergrond van de terrasvormige rijstvelden, biologische moestuinen met composteereenheden en gemeenschapsboerderijen met de traditionele dorpen rond de Knuckles Mountain Range. Very clean, you can see the bottom. Yeah. I don't know. People drink here or not. Terminalia arjuna is een boom van het geslacht Terminalia. Het is algemeen bekend als arjuna of kubek in de Sinhalese taal en is een met water geassocieerde boom die de belangrijkste boom is in de Sri Lankaanse rivierbossen en in de buurt van de rijstvelden. Kubuk Lida of waterput onder de arjuna boom is de beste plaats als traditionele Sri Lankaanse plek.
terrasvormige rijstvelden waar nog steeds buffels worden gebruikt voor landbouwwerk. De rijstterrassen zijn voorzien van een waterbeheersysteem waarbij water vanuit de rivier die door het midden van de velden stroomt naar terrassen stroomt. De landbouwwerkzaamheden worden elk jaar uitgevoerd door dorpsbewoners in harmonie tussen de mensen en in harmonie met de omgeving. Er zijn 111 hagedissen bekend uit Sri Lanka. De Oosterse tuinhagedis, ook wel de oostelijke tuinhagedis, de Indiase tuinhagedis, de gewone tuinhagedis, de bloedzuiger of de veranderlijke hagedis genoemd, is een akamithagedis die voorkomt in het Nakkelsgebergte. De oudste broodvruchtboom die door de Nederlanders naar Sri Lanka is gebracht, bevindt zich op het terrein van het Nederlandse Fort Gal. Er zijn verschillende broodvruchtrecepten populair in Sri Lanka, waaronder deze curry. Verder eten mensen graag gekookte broodvruchten met katta sambola. Gefrituurde broodvrucht omhuld met suikerkaramel is een ander recept om met broodvrucht te proberen. Dit wordt ook wel broodvruchtchips genoemd. De kleine stroompjes die je in de bergen ziet, worden nu gezien als kleine rivieren met watervallen die worden gevoed door het regenwater. Het waterbeheer door de irrigatieafdeling van de overheid werd gedaan door de aanleg van kanalen. De snelstromende zoetwaterstromen of rivieren in de Knuckles Mountain Range herbergen een verscheidenheid aan prachtige vissen die in de regel snel wegzwemmen als je je voeten in het water dompelt, genaamd Garra selonensis, de endemische vis die bekend staat om zijn gebruik in fish spas, waar ze aan de dode huidcellen van de voeten van bezoekers knabbelen en een goede ervaring hebben om met hen in bad te gaan. Midden tussen de terrasrijstvelden ligt Kamata. Kamata verwijst naar een gebied op de grond waar boeren hun geoogste rijst tijdelijk opslaan. De Kamata is een zeer vereerd gebied en er zijn veel tradities aan verbonden. Voor de communicatie over de Kamata wordt een aparte subtaal gebruikt. De zogenaamde Kamata-taal. Boeren zouden zich strikt houden aan de vele regels en voorschriften die verband houden met de Kamata. Sri Lanka is een van de landen waar bamboe op natuurlijke wijze groeit, hoewel het slechts kleine verspreide gebieden onder natuurlijke bamboebedekking heeft. De endemische bamboes van Knuckles Range zijn de bamboes of rieten met een kleine diameter die gewoonlijk bata worden genoemd. Er zijn echter veel nieuwe soorten geïntroduceerd, zoals de reuzenbamboe. Aangenomen wordt dat de wilde waterbuffels in Sri Lanka afstammelingen zijn van de geïntroduceerde binnenlandse waterbuffel. Het is onwaarschijnlijk dat er vandaag de dag nog echte wilde waterbuffels overblijven. In het wild levende populaties worden ook aangetroffen in Knuckles Range en binnenlandse waterbuffels die voor de landbouw worden gebruikt.
De zuidwestelijke moessonwinden brengen tussen mei en september regen naar het zuidwesten van Sri Lanka, terwijl het droge seizoen in deze regio loopt van december tot maart. Omdat het weer aan de westkust wordt bepaald door de zuidwestelijke moesson, wordt het beste weer verwacht tussen eind november en april. Knuckles Mountain Range krijgt regen van zowel de zuidwestelijke moesson als de noordoostelijke moesson. Aankomst in Sri Lanka Trekking Sky Camp in het midden van de tweedaagse trekking lag op een uitkijkpunt met uitzicht op de oostelijke Ududumbara-vallei in het theeplantagegebied. In Sri Lanka wordt al 500 jaar bier gebrouwen. In de 19e eeuw introduceerden de Britten Brits bier op Ceylon. De meest populaire bieren in Sri Lanka zijn bier in lagerstijl. De tweede dag begon met een tweede generatie bosrijke theeplantage. Knuckles Mountain Range heeft een grote populatie wilde buffels. In Sri Lanka zijn ongeveer 120 soorten wilde vruchten geregistreerd, waarvan de meeste verdeeld zijn over de droge en tussenliggende zones. Sommige soorten zijn goed gedomesticeerd in onze huistuinen, zoals houtappel, lovi en Indiase pruim en vele andere.
when it 8 months. To make white pepper, when it will ripen, when it red color, the skin, then we... Herbebossing van verlaten theeplantages met naaldplanten van Finus en Australische eucalyptus in sommige delen van de Knuckles Mountain Range. Then inside see this, like this. This part is stain white color. After remove the green, red color part, we can separate white. Er zijn veel hindoe-tempels te zien in een klein theeplantagedorp in het Knucklesgebergte, gewijd aan de goden Ganesh en Murugan. Corbett's Gap is een bekend uitkijkpunt in het Knucklesgebergte en is vernoemd naar de Britse landmeter Corbett die het gebied in kaart heeft gebracht. Het is een van de meest gedenkwaardige en prachtige uitzichtpunten in de bergketen. Mid-hoogte nat groenblijvend bos of pygmeebos van Knuckles Range komt voor tussen het laagland en de bergachtige zone tussen 1000 meter en 1500 meter hoogte, in wezen een overgangsfase tussen regenwouden en bergbossen. Bij het aanbreken van de Ceylon Coffee begon Nederland in 1780 koffie te planten als een commercieel gewas en vervolgens namen de Britten het van hen over. Maar de koffieziekte verwoestte koffieplantages, dus introduceerden de Britten thee. De teelt van de thee heeft zich gevestigd in de bergachtige streken van Sri Lanka met de beste klimatologische omstandigheden en het hele jaar door een constante, beïnvloed door de hoogte van het bergland, de beste plekken voor trekking. Het bad in het natuurlijke zwembad op de tweede dag voor het einde van de tour verfrist het lichaam.